En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanavond 19:30. Het bleef droog tijdens de avond en nacht. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er op sommige plaatsen mogelijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen vrijdag 6 oktober blijft het overwegend droog en heet. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 5 oktober de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.